De Dikke Van Dale die maakt het nieuwe woord bekend van 2015. Wat is jouw nieuw woord van 2015? Geen flauw idee. Helemaal niet? Geen woord. Sjoemelsoftware hebben wij zo spreken, dat soort woorden. Sjoemelsoftware, wel eens van gehoord? Nee, ook niet. Pak ik een lijstje erbij. Selfie doden? Ook niet. Dat is ook een nieuw woord. Oké. Okay. Ook nog nooit gehoord. Nee. Oh, welkomstwinkel? Die wel. Die heb je wel gehoord. Maar je hebt niet specifiek een woord dat je zegt van, hé, dat is mijn woord geworden? Nee. Ja, uitgetolereerd? Ik weet het echt niet, ook nee. Niet. En jij, heb jij ook een specifiek nieuw woord? Niet dat ik zo snel kan bedenken eigenlijk. Nee? Nee. Okay. Maar natuurlijk hebben we altijd wel aparte combinaties, maar niet dat het nou echt een woord is. Ja, maar zijn ook woorden die dan plotseling heel veel gebruikt worden, hè? Heb jij dat ook? Nou, wel dat me opvalt dat er iemand in één keer weer met iets komt en denkt van, oh ja, dat kan ook nog. Geen idee. Helemaal niet? Nee, ik weet wel dat het woord is en nu een smiley of zo, maar... ik heb een lijstje. Cyberkalifaat, wel eens van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Sjoemelsoftware? Ook niet, nee. Selfie doden? Nee, ook niet. Kan er zo eventjes een nepfractie? Wat is voor jou het woord van 2015? Nou, ja. Nou, geen idee. Sjoemelsoftware? Ik zit niet in die handel, geen idee. Maar elk jaar komen er wel weer woorden die dan plotseling heel populair worden. Ik leef zeker buiten mijn gemeenschap, want het zegt mij niks. Geluk. Ja. En waarom? Nou ja. Allemaal positieve dingen, alles achter de rug en dan allemaal leuke dingen dit jaar. Ja. Dus, maar dat is eigenlijk niet een nieuw woord, hè? Nee, niet een nieuw woord. Nee, dat klopt. Heb je ook een voorbeeldje van een nieuw woord wat nu plotseling heel populair is? Ik zou het niet weten. Sjoemelsoftware? Zeg me niks. Zeg je niks? Initiatief tonen. Oké, dat is voor jou een woord wat je ook veel gebruikt, toch? Nou, ik doe de leraar wiskundeopleiding en hierin moet je dus ook natuurlijk veel initiatief tonen. En dat is een onderdeel waar ik me nog verder in moet ontwikkelen, zeg maar. Ja. Broerstappen, en dat hadden wij bedacht op vakantie. Ja. Dat is wel een hele leuke, hè? Ja. Dat was volgens mij nog niet een Friese woord voor. Nee, ik geloof niet dat er een Friese woord is, nee. En een Nederlands woord, heb je daar alles iets van gehoord? Bijvoorbeeld, ik heb een hele leuke app-nek. Een app-nek. Oké. Heb je er wel eens van gehoord? Ja, volgens mij is dat als je te veel appt dat je last van je nek krijgt. Hè? Ja.